Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video laat ik jullie zien hoe je op een heel eenvoudige manier een zwijntje kan maken dat geluk brengt. Je hebt er helemaal niet veel voor nodig, gewoon groene en roze klei. Ook een paar houten stokjes zullen van pas komen. Neem een handvol klei en maak er een bol van. Dat kan je tussen je handen doen of op tafel. Maak de bol dan ovaal, net zoals een ei. Neem dan opnieuw wat klei, ook weer in het roze, en doe daarmee hetzelfde. Maar nu gebruik je net iets minder klei. Zo. Mijn tweede ovaal. En plak die dan op de vorige. Ik leg het even achteraan, want nu kan het nog niet staan. We hebben nog pootjes nodig daarvoor, die gaan we nu maken. Neem daarvoor een klein beetje klei. En rol het weer tot een bolletje tussen je handen. Past dat? Het is nog wat groot. Ik ga mijn bolletje wat kleiner maken. Zijn dat goede pootjes? Ja. Neem weer evenveel klei en maak het volgende pootje. Dat doe je nog 3 keer. Hier zijn ze. Ik leg ze al op de juiste plek en dan druk ik het lijf van mijn varkentje erop. Oeps. Mijn hoofd blijft zo niet zitten. Om dat op te lossen kan je een stokje gebruiken. Breek gewoon een stukje van een satéspiesje af. Stop dat in de grote bol klei en prik dan daar het hoofdje op. Dan blijft het veel beter zitten. Met de pootjes kan je hetzelfde doen. Als die niet goed blijven zitten, dan gebruik je ook daar houten stokjes voor. Neem dan een heel klein beetje klei. Maak er weer een bol van. En die bol die druk je plat. Niet helemaal plat, tot je een soort pizzatje hebt. En dat plak je op het hoofdje. Dat is de snuit van je varken. Wat hebben we dan nog nodig? Oren. Neem daar een klein beetje klei voor. Druk die wel helemaal plat. Scheur het stuk in twee en dan heb je eigenlijk al bijna 2 oortjes. Ik ga ze nog wat spitser maken. En dan plak ik ze op het hoofd. Dat doe je natuurlijk voor beide oren. Zo. Met mijn houten stokje ga ik nog 2 oogjes maken. Daarvoor maak ik gewoon 2 gaten. Hetzelfde doe ik in de snoet, dan heb ik 2 neusgaten. Een heel belangrijk element hebben we nog niet, het staartje. Daarvoor neem ik wat klei en ik rol er een worstje van. Heel lang moet het worstje eigenlijk niet zijn. Dit is meer dan genoeg. En ik draai het dan op. Wees voorzichtig dat er niks afbreekt. En dan plak je dat achteraan op het lijf. Het varkentje is nu helemaal af, maar ik had beloofd dat het varkentje geluk zou brengen. Daarvoor ga ik mijn groene klei gebruiken. Daarmee ga ik een klavertje 4 maken. Ik neem weer een stuk klei en rol er een bol van. Die bol die druk ik plat. Opnieuw maak ik een soort pizzatje. Dan neem ik mijn houten stokje en ik verdeel mijn cirkel in 4. Ik duw er dus een kruis in.
En de vier onderdelen die je zo krijgt, die druk je in het midden. Dan is je klavertje al helemaal af. Het zwijntje kan het bijvoorbeeld op zijn rug dragen. Dat was het project is helemaal af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat weten bij de reacties wat je ervan denkt en hoe het bij jullie ging. Was het moeilijk? Was het makkelijk? En als het ergens moeilijk ging, heb je dat dan kunnen oplossen? En hoe dan? Laat het gewoon weten bij de commentaren. Vergeet ook zeker die kleine terug in het doosje te stoppen als je klaar bent met knutselen, want anders droogt die uit en dan kan je hem weggooien. Vergeet ook niet mijn andere video's te bekijken. We hebben al verschillende projecten gemaakt met klei, met Play-Doh zoals hier, maar ook bijvoorbeeld met Fimo. Vergeet die dan vooral niet te abonneren. En tot de volgende keer!